Ja, er is een geweldsincident geweest. Omstreeks 10:15 rondom of nabij kregen we een melding dat er meerdere mensen slachtoffer waren geworden van geweld in het forumgebouw van de Universiteit Wageningen. We zijn direct met diverse eenheden ter plaatse gegaan. Toen hoorden we dat de verdachte al van de plaats van het incident verdwenen was. En zijn we direct in de omgeving met diverse eenheden gaan uitkijken. En hebben we hem uiteindelijk aan kunnen houden. Er is geprikt of gestoken met een voorwerp rondom of nabij een oog van een van de twee slachtoffers. Dat klinkt in heel eerste instantie heel ernstig, maar dat lijkt qua letsel nu mee te vallen. Wat ik heb gezien is dat vanuit die kant kwam iemand opeens achteruit een beetje weggerend ofzo. Ik dacht dat er werd gestuurd of zo. Ik zat te skypen, dus ik dacht, vervelend allemaal, luide geluiden. Ja, toen zag ik dat hij flink begon te bloeden, dus ik denk, oh, dat is gewoon uit de hand gelopen. Binnen 30 seconden stonden allemaal mensen van de forum erbij, iedereen eromheen. Ik denk, nou, het zal wel. Maar ja, wat dus achteraf bleek, ze gingen helemaal naar buiten wijzen. Er was iemand die er ook vandoor was gegaan, met een zwarte capuchon. Dus ja, dat leek me al onlogisch dat dat dan inderdaad een stuurpartij was. Maar toen sprak ik later de mensen die hier de linten gingen ophangen om af te zetten. Zeiden ja, dat is een verward iemand geweest die allemaal mensen is wezen neerslaan hier op de campus. We moeten natuurlijk alle sporen veiligstellen met technische recherche, forensische opsporing. En ook de tactische recherche zal getuigenverklaringen opnemen, zal de universiteit nader gaan horen over wat er zich precies heeft afgespeeld en wat er gebeurd is.